Hallo, welkom bij 's werelds meest duurzame gezonde drankjesfabriek, de Blender. Dit zijn onze 100% elektrische vrachtwagens die onze sinaasappelsap brengen. 's werelds eerst volledige elektrische vloot. In deze grote kokers, ook wel silo's, zit het sap totdat het de blender ingaat. Laten we naar binnen gaan. Hier zijn de mixtanks waarin onze ingrediënten tot smoothies en sapjes worden gemixt. Hierna wordt het sap gepasteuriseerd. De warmte die vrijkomt bij dit proces wordt allemaal hergebruikt in de fabriek. We doen ook even een rondje door onze eigen lab. Ze zorgen dat alle drankjes van topkwaliteit zijn. Behoorlijk belangrijk, want bij ons staat hygiëne en veiligheid op nummer 1. Let niet op de troep, we moeten onze kamers nog opruimen. Alle ingrediënten die binnenkomen worden hier opgeslagen. Daarna gaan ze door deze tunnel. Het is net een achtbaan. De drums met ingrediënten worden omgedraaid, zodat de vruchtenpuree eruit loopt en mee de blender in kan. Deze buizen worden trouwens schoongemaakt met lucht. Dat bespaart 75% water ten opzichte van normale schoonmaaksystemen. We gaan dan nu even wat sneller door de fabriek heen. Dit is de flesjesvuller. De doppen worden apart aangevoerd, terwijl de flesjes hier worden opgeblazen van kleine buisjes tot de flesjes zoals je ze in de winkel kent. De flesjes worden vervolgens hier met onze sap gevuld. Dan over de lijn om opgestapeld te worden door onze zelfsturende gele robots, de palletizer. Wanneer de stapel hoog genoeg is, krijgen onze lasergestuurde gele voertuigen een seintje om het op te halen. Over geel gesproken, ook nog langs onze geautomatiseerde warehouse, waar onze verse geproduceerde sappen worden opgeslagen. En dan nu naar buiten. Oeps, even een extra rondje. En dan hopen dat Jeroen het luik ondertussen opent. Jup, lekker bezig. Dat was het, onze blender. Kom je snel een keertje langs?